Hallo. Ik ben Benjamin. En vandaag doe ik weer een nieuwe update. Het is misschien een beetje laat om een nieuwe update te maken. Maar dat boeit mij niets. Want er is in ieder geval een update. Ja. Ik heb hier een Rancor met een ketting en zo. Want dat is cool. Oké. Dus, ik heb hier een kleine haul. Dat heb ik echt al een tijdje geleden gekocht. Maar ik dacht dat ik het toch laten zien dat ik het toch heb. Dus. Deze jongen. Ja. De Emmet Funpack. Kom met Emmet en een excavator ding. Heb je ook nog. Deze, die robot vind ik cool. Die moet ik nog maken. Oh, de belichting. Dus hier is Emmet. Ik heb er al eens om gespeeld. Ik heb deze ding echt de vorige week of zo gekocht hoor. Ja. Het plan was dat ik gisteren naar de speelgoedwinkel zou gaan om Black Ops 3 te kopen. Maar. Van Sinterklaas en zo. En ik kon het dorp niet echt in. En ik werd pas om 1 uur wakker. Dus, ja. En daarna heb ik wel Black Ops gespeeld, zeg maar. Met mijn zusje. Ze faalt er gigantisch hard in, dat moet ik wel even zeggen. Ze kan niks. En dan ook met andere mensen. Dan zit je zeg maar in die beginkamer te rennen. En dan bijvoorbeeld in de Ries. Waar je wel een beetje skills voor nodig hebt, want anders ga je gewoon weer de eerste beste zombie dood. Ja. En dan gaat iemand anders met je meerennen. Ja. Maar alleen dan de tegenovergestelde richting. Dat is. Ja. Ja, en de wapens die, met de wapens die ik gebruik, moet je niet iemand hebben die tegenovergestelde richting gaat rennen. Want ik ren altijd met de Packer.1911's. En met Regen of zoiets. Tweede wapens altijd. Soms heb ik niet eens tweede wapens gebruikt, alleen 1911's. Terwijl is meestal een walwapen, een muurwapen. Ja. Het hoogste record die ik ooit heb gehaald, zonder enige moeite, was rond de 100. Daar had ik echt geen zin in om verder te gaan dan 100. Want het is rond de 100. Ja. Bij Black Ops 3, als je boven de 99 komt, zeg maar rond de 100 is 2 nullen. Rond de 200 is dus ook 2 nullen, dus dan heb je zeg maar. Dan weet je niet of je in 200 zit of 100. En alles vanaf 110 tot 200 en vanaf 210 tot 300 en zo enzovoort enzovoort en zo knol. Weet je niet of je nou op een gegeven moment als je echt naar 100, 500 zit, wat je waarschijnlijk niet zou halen, want. Zijn er soms gewoon onmogelijk om te vermoorden? Vooral in Shadows of Evil met die traps, die werken niet echt heel goed ofzo. Ja. Nou, ja, dat is eigenlijk al wat ik moest zeggen. Wat ik wou zeggen. Oh ja. Ja. Waarom heb ik deze hier? Dat komt omdat de eerste aflevering van de Shit Wars eindelijk is opgenomen. Ik moet alleen nog in elkaar plakken. En daar komt deze in. Spoilers. Ja. Het is wel heel mooi. Low budget. Ach, dan kan je wel wat laten horen, denk ik. Ja, als het lukt hoor. Zit hij nog aan? Ja. Oké. Okay. Nou, ik kan het beeldscherm niet zien. Maar ik ga jullie wel wat laten horen. Wat je. Ja. Waar is hij? Oh nee, kut, dat zit op mijn mobiel natuurlijk. Nee, dan kan ik het via mijn mobiel doen. Ik heb een hele mooie mobiel die bijna leeg is. Oh, ik dacht even dat hij uitviel. Oké. Laat ik jullie het begin zien. Een kleine trailer.
beste kwaliteit ooit. Sir, I've reached the mushroom thing. And there are no mushrooms here. Keep looking for them, you'll find some. Okay. Now let's see, where are the stupid mushrooms? Zoals je kan zien, ziet het heel mooi uit. Meer ga ik niet laten zien. Behalve... Nee, lekker. Iets, wat is het daar? Heel mooi. Dat komt er waarschijnlijk niet in, hè. Dat is gewoon super bagger, moet ik morgen of zo nog een keer doen. Nou, gewoon alle actiefiguren die ik in ga gebruiken zitten erin. Ik wil het wel doen, alleen dan moet ik even muziek beter doen. Want de muziek zat zeg maar... Om mijn laptop te spelen, mijn mobiel zit zeg maar op mijn bureau. Te filmen. En ik kom nu, volgens mij, ja, nee. Super Boys. Nee, dat gat in de tafel, dat wordt nog helemaal gedingest. Zo. Wow. Ja, nee. Water. Dat is echt veel te donker. Kut. I stay. Het is leeg. Oké. Ik ga even wat pakken, dat is echt... Fucking mooi. Tada! Moet ik hier een review van doen? Dat lijkt me best wel leuk. Oh, ik ga er gewoon een review van doen. Oké. Hier is de achterkant. Er komt ook nog wat Lego bij. Dat is voor waarom ik het voornamelijk heb gedaan. Dat is voor het wolfje, vosje, het hondje. Wat je maar wilt dat het is. Het zat erbij. En het onderdeel met het hartje is ook wel cool. Dus ja, dit is van Lego Elves. Maar dat zag je al. Lego Elves is echt fucking lame. Het is echt een naaperij van Lego Friends. Wauw. Die spanning. Fuck de spanning. Oké. Er is nog iets wat ik moest zeggen van een klas na. Moest zeggen, wou zeggen. Ze zeiden dat ze het leuk vinden. Maar moet ik even mijn schooltas pakken, dus ja. Stond in mijn NASC werkboek. Dus waarom NASC werkboek? Ik heb geen idee. Ja, het stond ergens. Bij de practicum. Het is NASC 2. Ja. Hadden we practicum. Hadden we practicum dat we zouten bij elkaar moesten gooien. Heel spannend. Hier. Oké. Dit is wat ik heb opgeschreven. Thanks to Ali Farlek. Best English ever. Jongen. Guys. I want to thank you for watching this video. Purple Weight. Purple Weight. Dit is 2 kilo. Helemaal niks. Oké.
Dan ga ik een liedje zingen en dan ga ik video afsluiten. Purple Wake, Purple Wake. Purple Wake, Purple Wake. Purple Wake, Purple Wake. Ik heb twee.